Kan het veiliger? Jazeker kan het veiliger, kan altijd veiliger. En we hebben al een aantal stappen genomen. In 2012 hebben we een actieplan gemaakt, samen met de dierenbescherming, samen met de verzekering en de brandweer en het Rijk. En dat heeft geresulteerd in een aantal maatregelen die vastgelegd zijn in een bouwbesluit. En in het bouwbesluit van 2013. En dat betekent dat alle nieuwe stallen voldoen aan extra eisen voor brandveiligheid. Maar dat betekent wel dat de oude stallen daar niet aan voldoen. Nou, het is natuurlijk utopia om te zorgen dat je denkt dat je een stal kunt maken die onbrandbaar is. Dat weten we gewoon, anders had ik ook geen een brandverzekering meer nodig. Het probleem is met oude stallen, het gaat eigenlijk over de gekozen materialen. De isolatiematerialen, dat is van brandklasse D. En ook de constructiematerialen zijn van brandklasse D. En in nieuw te bouwen stallen zijn dat brandklasse B. En dat is een wezenlijk verschil. Het ene brandt echt, het verergert de brand. En de andere ja, smeult een beetje, maar zal de brand nooit verergeren. Maar u zegt dus eigenlijk van, die oude stallen die zijn gewoon destijds... die oude stallen zijn gebouwd naar de normen van toen. En het is ook moeilijk zeg maar, om die nu veiliger te maken. Oude stallen laten voldoen aan het bouwbesluit van 2013 is onmogelijk. Want dat zou betekenen dat je de wanden moet ontmantelen. Het dak moet ontmantelen. Alle isolatie moet eraf. En dat is feitelijk in de praktijk onmogelijk.